Nico Oosterlee, wellicht vandaag de laatste training. Hoe groot is het vertrouwen bij jullie voor aanstaande zaterdag? Nou, je moet altijd vertrouwen hebben. Als je geen vertrouwen hebt, hoef je niet naar Veenendaal toe. Dus het vertrouwen is groot. We hebben de laatste paar weken hebben denk ik een hoop punten gehaald. Bijna 2 gemiddeld na de winter. Dus nou ja, dat is gewoon een goede reeks. Dus het vertrouwen is aanwezig. Ik heb de training net een beetje zitten volgen. Zijn er bepaalde dingen waar jullie op geoefend hebben? Nou, dat doen we het hele jaar. En wij kijken nooit naar de tegenstander. Wij kijken eigenlijk altijd alleen naar onszelf. En we proberen dingen te doen waar we goed in zijn. En waarmee wij denken komende zaterdag het verschil te kunnen maken. Afgelopen zaterdag moest je wat puzzelen met je selectie. Zaterdag beschik je weer over Tillema en Sardar, hè? Ja, die zijn er weer bij. En we hebben komende zaterdag wat meer mogelijkheden om te kiezen. Aan de andere kant is natuurlijk Jeffrey Vlug weggevallen met een gebroken pols. Dus ja, voorin zitten we een beetje krap. Want Joost Leonard speelde ook niet mee zaterdag, afgelopen zaterdag. Zaterdag waarschijnlijk wel? Nou, als je goed gekeken hebt naar de training, heb je gezien dat hij er vanavond niet bij was. Zijn zoontje is wederom opgenomen in het ziekenhuis. Dus we wachten even af hoe dat gaat lopen. En dat is een vraag die ik op dit moment nog niet kan beantwoorden. Je hoort heel veel mensen zeggen dat het lastig is om te voorspellen wie de zaterdag nu gaat winnen. Klopt het dat jullie gewoon aan elkaar gewaagd zijn? Nou, dat denk ik wel als je na 29 wedstrijden evenveel punten hebt. En zij hebben dan iets slechtere start gehad dan ons. Maar eigenlijk is het verhaal een beetje precies hetzelfde. Ook zij hebben de meeste punten na de winterstop gehaald. Wij ook. En als je na 29 wedstrijden allebei evenveel punten hebt, dan ben je aan elkaar gewaagd. Zaterdag moet het gebeuren. Stel het wordt gelijk, dan wordt het een beslissingswedstrijd. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou ja, ik hoop dat we het zaterdag kunnen beslissen. Er kan van alles gebeuren natuurlijk in zo'n wedstrijd. Je kan je op alles voorbereiden. Maar als we snel een rode kaart pakken of zij pakken snel een rode kaart, dan staat die wedstrijd natuurlijk op zijn kop. Je weet nooit wat er kan gebeuren. Dat is het mooie van voetbal. En misschien kom je wel in een situatie waarin je een gelijkspel moet koesteren. En dat zal de wedstrijd van zaterdag uitwijzen.